Afgelopen dinsdag speelden deze twee ploegen ook al tegen elkaar in de Amstel Cup. Vitesse won overtuigend met 4-0. De belangen zijn vanavond echter een stuk groter. Vooral voor Vitesse, dat bij winst weer wat aansluiting krijgt met de concurrentie onderin. Royer met een gelukje. Aansluiting van Bochum, maar Royer probeert het zelf. Derde minuut bij de eerste doelpoging van Eldridge Royer. Konterman, Bochum. Combinatie met Martel. Bochum blijft knap overeind. Van Beukering, Martel. Dit ziet er aardig uit. Bochum is doorgelopen. Niet buitenspel. Ricky Bochum. Voor het doel Royer en ook Van Beukering. Royer verlengt en daar is het niet 1-0. Want de kans is niet besteed aan Rankovic. Goed werk van Ricky Bochum. Royer verlengt. Daardoor ontstaat de mogelijkheid voor Rankovic. Hij schiet voorlangs. Royer, goede beweging. Eldridge Royer doet het zelf en schiet naast. Terwijl Van Beukering aangaf waar hij de bal wilde hebben. Van Beukering bereikt Bochum. Rankovic is doorgelopen en krijgt hier een cadeautje, maar pakt dat niet uit. Nogmaals Bochum. Royer wint in de lucht van Wilson zonder dat hij daar veel mee opschiet. En dan kan Volendam de bal wegkrijgen. Via Frenkel is hier Van Vessen, maar die durft hem niet in de handen te nemen. Bang als hij is dat het wordt uitgelegd als een terugspeelbal. Faria, goede voorzet. Weggehaald door Cornelis. Zo golft het spel op en neer in de eerste 15 minuten en is het best aardig om naar te kijken. Zonder dat het overigens hoogstaand is. Wilson. Combineert met Tuip. Wilson. Goede reactie van Vessem. Salden. Goed gespeeld. Mooi hakje van Oussain. En Faria. Zocht de korte hoek. Maar die werd afgedekt door Van Vessem. 26 minuten gespeeld bij de verre trap van Van Westerop. Vijf dagen geleden stond het al 2-0 in het voordeel van Vitesse. Maar zo makkelijk gaat het vanavond niet. Sterker nog, het is Volendam dat op voorsprong komt. Door de goal van Reginald Faria. Zo makkelijk gaat dat dan. Een verdedigingsfout van Jansen die de bal over zijn schoen laat rollen. Genadeloos afgestraft door Faria. 1-0 voor Volendam. Brigi. Buis. Terug op Koning. Opnieuw Buis. En hij moet de bal voor zijn rechterbeen hebben. Die gelegenheid krijgt hij niet. Maar wel een vrije trap. Omdat Cornelissen wat onbesuisd ingleed. Buis. En 2-0 bijna en nu helemaal. Door Tuip. Binnen 2 minuten wordt Vitesse op een schier onoverbrugbare achterstand gezet. En wat loopt de defensie te schutteren. Buis trekkenbenend nog na de overtreding van Cornelissen. Krijgt de bal in en dan Van Vessem aanvankelijk nog wel, maar daarna volstrekt kansloos. Omdat niemand is meegelopen met Jack Tuip. Martel. Van Beukering. Corner. Martel. Daar is Jansen en daar is Van Beukering. De bal niet over de lijn geweest. Jansen beklaagt zich bij de grensrechter, maar die stond op de achterlijn. En zal het ongetwijfeld goed hebben gezien dan. Knap uit het doel gehouden door de man bij de tweede paal.
Kuip. Mochem. Goed het lichaam erin gezet. Maar dan. Weinig steun. Dus hij moet het zelf doen. En dan is een hoekschop het maximaal haalbare. Konterman en Jansen mee naar voren bij de hoekschop die genomen gaat worden door Martel. Van Westerop, Brigi, Faria, knap weggedraaid. Hoessijnen, Faria loopt door. Is Rankovic nu kwijt, maar Rankovic trekt aan het shirt van Faria en krijgt geel. Eerst pakt hij Faria bij het haar, dan bij het shirt. En dan kan Faria niet meer verder. Zorgen voor Sturing en Vitesse. Want een nederlaag heeft grote gevolgen. Van Beukering. Goede controle. En dan. Klaasens over het been van Salden. Vrije trap. Het is Mbamba die deze vrije trap gaat nemen. Huizoog over. Wat gek eigenlijk dat Martel dan niet de verantwoordelijkheid neemt. Met zijn traptechniek en zijn ervaring. Hij is een van degenen die Vitesse bij de hand moet nemen. Cornelissen. Mbamba. Mochem loopt door. Maar Mbamba wacht weer. Nog altijd Mbamba van Beukering. Mbamba neergelegd. Koning is de dader. Die komt er vanaf zonder gele kaart. Maar wel weer een vrije trap voor Vitesse. En die gaat hem nu nemen. Karel Albers houdt een oogje in het zeil. Martel dus. Mooi, maar schitterend gepareerd door Van Westerop. 10 minuten gespeeld bij de uittrap van Van Vessem. Volendam eigenlijk nog nauwelijks in de buurt van het doel van Vitesse geweest. De thuisploeg jaagt op een doelpunt, waardoor het terugkomt in deze wedstrijd. Klaasens. Klaasens, daar is die goal. En een mooie ook. 'De verre trap van Michael Jansen. Verlengd door Van Beukering. En dan eindelijk een goede actie van Gert Klaasens. Die de bal vol op de vreef neemt. Frenkel, binnendoor. Burre Frenkel, uitstekend. Martel. De bal draait te veel in, maar... een vrije trap gegeven. Het is Jansen die Van Westerop van de sokken loopt. Correcte beslissing van de scheidsrechter. Jansen. Koning. Cornelissen. Bochum. Krijgt een beuk in de rug van Gerry Koning. De vrije trap snel genomen. Cornelissen. En daar is Mbamba en daar is de 2-2. Zo dwingt Vitesse toch af in de tweede helft. Met een ongekende portie vechtlust. En toch ook met de nodige snuggerheid. Want de manier waarop de vrije trap wordt genomen is uitstekend. Cornelissen is door. Van Beukering wordt niet bereikt, maar dan is het bij de tweede paal voor Mbamba een koud kunstje om de bal in het doel te prikken. 2-2. Wat een wedstrijd. Bochum. Knap voorbij Koning. Bochum. De voorzet. Ingekopt door Van Beukering. Maar naast. Rankovic. Van Beukering kan de bal niet meenemen. Dit is Hens van Cornelissen, maar het spel mag verder. Brigi. Van Zanen, de bal aangeraakt. En Van Vessem. Dat ging maar net goed. Frenkel op Klaasens. De laatste minuut van de extra tijd. De bal geblokt door Kras. Wilson ver weg. Daar is Rankovic. Jansen.
op Hofs. Van Beukering haalt de bal weg voor de voet van Klaasens. Dat was nog een mogelijkheid voor Vitesse. Om de inhaalrace echt gestalte te geven. Want nu is het over. Bewonderenswaardig was de manier waarop Vitesse speelde in de tweede helft. Het maakte een 2-0 achterstand goed, maar uiteindelijk is 2-2 een niet al te positief resultaat. Want Vitesse blijft op achterstand.